Kijk maar naar. Nou, het was dus echt een hele spannende opdracht om de GS, de grote GS, beter te maken. Motorfiets wint nog steeds alle testen, dus daar hadden we best wel een beetje respect voor. En het was heel duidelijk dat we niet één grote punt hebben waar we hem beter kunnen maken, maar dat we eigenlijk aan alle dingen eraan moeten optimeren om te zorgen dat zeg maar, de motorfiets in het geheel op een hoger niveau komt. Dus we zijn begonnen met de motor helemaal opnieuw te maken. We hebben de zogenaamde vertical flow. We hebben een precisiekoeling van de cilinder en van de koppen. Om te zorgen dat we de warmte beter uit de motor krijgen. We hebben het hele rijwielgedeelte hebben we vernieuwd. We hebben een frame wat van het balhoofd tot de achtervork loopt als één stuk. De motor is nog steeds dragend. Maar door dit eendelige frame is de motor is er meer stijfheid in het frame en daardoor heb je een beter weggedrag. We hebben bredere banden, wat ook helpt voor een beter weggedrag. En we hebben als heel speciaal een Dynamic ESA, wat een semi-actief regelsysteem is, wat dus zelf meet wat voor conditie de weg heeft door de bewegingen die de wielophanging maakt en daaruit berekent wat de optimale demping is. En de motor stelt zich dus in op het wegdek en daardoor heb je als motorrijder heb je een heel goede verbinding met het wegdek. En je voelt je heel erg zeker omdat het lijkt alsof de motorfiets aan de weg kleeft. We hebben ook de bescherming voor wind en weer verbeterd. En heel belangrijk is hier dat je het schermpje met één hand eenvoudig kan verstellen. Maar wat er ook bij komt is dat het schermpje nu zo wordt versteld dat de turbulentie achter je helm blijft. En daardoor is het rustiger achter de helm en heb je minder lawaai op je helm. We hebben de motorfiets comfortabeler gemaakt door hem hier breder te maken. De zitbank van de passagier kun je in twee posities monteren, waardoor de passagier nog dichter bij de motorrijder zit. We hebben de motorfiets hier smaller gemaakt. Je kunt in het terrein beter op en neer bewegen. Je hebt meer plaats om te bewegen. We hebben meer informatie die je in je display hier kan laten zien. Je kunt alles vanaf je stuur bedienen. Je kunt een navigatiesysteem met de motorfiets combineren. En die praten dan ook met elkaar. Dat betekent dat informatie van de motorfiets in het navigatiesysteem gaat. Maar ook leest de motorfiets informatie uit het navigatiesysteem. Zoals bijvoorbeeld een GPS-time. We hebben de achterwielophanging van de rechterkant naar de linkerkant verplaatst. Daardoor heb je als de motorfiets op de standaard staat, heb je een beter blik op het achterwiel. Maar daardoor is ook de uitlaat naar de rechterkant gekomen. Waardoor je als je de motorfiets rangeert of als je in het terrein van de motorfiets afspringt, geen gevaar meer hebt dat je je aan de uitlaat brandt. Ga door, ja. Dus we hebben gezorgd dat de klant een betere toerfiets krijgt. Door het eenvoudig te verstellen in een schermpje. Door meer informatie, door meer comfort. Maar ook door meer moment, meer koppel van de motor. Waardoor je nog eenvoudiger zonder te schakelen lekker door bochtjes kan rijden. En in alle toerentallen genoeg power hebt om uit je bocht te komen. We hebben de motorfiets nog dynamischer gemaakt door de bredere wielen, door het Dynamic ESA, waardoor de motor het gevoel geeft dat je aan de weg kleeft. De motor is heel erg dynamisch ook hoe die naar boven draait, wat ook ontzettend veel lol maakt. Het is echt leuk om aan het gas te draaien en te merken van dat de motorfiets accelereert. En we hebben de motorfiets nog betere terreineigenschappen gegeven. En daar is de grote stap, de combinatie van alle elektronische systemen. Daar is het zo dat het ABS nu ook in het terrein werkt. Dus je kunt in het terrein nu ook goed remmen met je ABS. Het blokkeert niet,
maar je hebt toch een hele goede vertraging. En hetzelfde geldt voor het ASC. Je kunt gas geven. Daarbij kun je driften als je dat wil, maar je hebt nog steeds genoeg tractie. Dus we hebben een heleboel kleine dingen gedaan. En al die kleine dingen bij elkaar helpen ons om de motorfiets in het totaal nog op een stuk naar boven te brengen. En wat er gebeurt is dat het verslavend werkt. Als je eenmaal gereden bent, wil je alleen maar meer. Als je daar door die bochten rijdt, dan kan je daar eigenlijk niet genoeg van krijgen. En je denkt er alleen nog maar aan, wanneer kan ik weer verder rijden?